Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulke Rietje. Ik ben officieel spreker voor Skyworks Community. Daarnaast ben ik lid voor het communicatieteam. Wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen Nederland. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. En daar kom ik later in deze presentatie even op terug. We hebben op dit moment te maken met verschillende situaties die op onze aarde plaatsvinden. En een van de meest voorkomende situaties waar we allemaal wel iets over hebben gelezen of hebben gehoord, dat is de verandering van het klimaat. Nou kun je het klimaat natuurlijk niet terugdringen naar zoveel jaar terug, maar je kunt het natuurlijk wel enigszins her en der begeleiden om ervoor te zorgen dat sommige gebieden op de aarde weer een stukje leven terug kunnen krijgen of weer even op adem kunnen komen. Omdat wij mensen nou eenmaal veel vragen van onze aardse energiebronnen. En soms is dat goed, maar veelal heeft het altijd als gevolg dat het ten koste gaat van iets. Er zijn verschillende uitvindingen gedaan en sommige zijn goed en sommige zijn wat minder goed. Smaken verschillen zullen we maar zeggen. Maar sinds 1978 is er ook één persoon druk bezig met een vraagstuk waar we nu echt mee van doen hebben. En 40 jaar geleden zou men zeggen van, goh, waar maak je je druk over? Maar uiteindelijk als we dan nu kijken waar we 40 jaar later staan, dan zien we uiteindelijk dat die persoon het bij het rechte eind heeft gehad. En wat heeft die persoon bedacht? Nou, de persoon is natuurlijk Anatoly Yunitskiy, daar kom ik in de volgende sheet op terug. Maar wat hij heeft bedacht is eigenlijk een soort totaalconcept. Dat is een concept waarbij wonen, reizen, de aarde en de energiebronnen die daaruit vrij zouden kunnen komen, op een zeer goede manier en op een milieuvriendelijke manier gewonnen kunnen worden. En dat er gebruik kan worden gemaakt van de krachtbronnen die onze aarde biedt, zonder dat je de aarde daarop uitput. Nou, de persoon is Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy is een ondernemer, een engineer, maar veelal is hij bekend voor zijn wetenschappelijke uitvindingen. Hij heeft er inmiddels meer dan 200 gedaan en dit is een iets gedateerde sheet, dus er zijn er iets meer bijgekomen. Maar Anatoly Yunitskiy is op het westelijk halfrond nog steeds heden ten dagen een zeer onbekend persoon. Hoe oostelijker je gaat, hoe meer bekendheid er zal zijn op de naam Anatoly Yunitskiy. Naast zijn onderscheidingen die hij heeft gekregen, heeft hij natuurlijk de uitvindingen gedaan. Maar heeft hij ook samenwerkingen weten te verwerven met onder andere de Verenigde Naties. En al het werk wat Anatoly Yunitskiy in de afgelopen 40 jaar heeft gerealiseerd of heeft ontwikkeld, dat moet natuurlijk worden beschermd. En daar rijst ook veelal de vraag van, kan de concurrentie er niet mee vandoor? Nou, eigenlijk alles wat hij heeft ontworpen is gecertificeerd en is gepatenteerd. Dus dat betekent dat de concurrentie er niet mee vandoor kan. En dit zijn slechts een aantal certificaten en patenten uit het totale arsenaal wat hij inmiddels heeft weten te verwerven. Dat heeft hij natuurlijk niet alleen gedaan, dat doet hij met een enthousiast team van engineers en daarbij ook mensen die hem helpen in de ontwerpfase. Dan rijst ook veelal de vraag van, goh, wat maakt nou dat Anatoly Yunitskiy met zijn uitvinding Yunitskiy String Technologies nog niet onder de aandacht is gekomen van de Europese Unie? Nou, dat is hij wel degelijk. Als we nu kijken naar het certificaat rechtsom op jullie scherm en ik realiseer me dat het een beetje klein is, dan zien we dat deze is afgegeven door de Europese Unie te Brussel, medio 2018. Dus ook de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies. Maar Yunitskiy String Technologies is een nieuwkomer. En voor nieuwkomers is er veelal geen plaats op een bestaande markt. Die zijn echt afhankelijk van overheden of private instellingen die het zien zitten in hun idee om dat daadwerkelijk te implementeren. Dus wat dat betreft kunnen we onszelf in de handen wrijven met de Verenigde Arabische Emiraten die volledig hun schouders onder dit project zetten. Want daardoor is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. Anatoly Yunitskiy heeft eerder dit jaar een certificaat gekregen wat aangeeft dat het een bona fide bedrijf is. Dus dat betekent dat Yunitskiy String Technologies een organisatie is waar internationaal met een gerust hart zaken mee gedaan kan worden. Ondanks de huidige situatie waar we nu allemaal mee te maken hebben, is het een internationale database waarbij Yunitskiy String Technologies gewoon wereldwijd beschikbaar is voor iedere bedrijf die daar zaken mee wil doen of iedere individu die dit wil uitzoeken. Daarnaast is Yunitskiy String Technologies in Wit-Rusland ook verheven van een normaal bedrijf tot een wetenschappelijke organisatie. Dus alles wat hier wordt ontworpen en wordt gebouwd, gebeurt op wetenschappelijk niveau. Ze hebben een x-aantal samenwerking met universiteiten en daar kom ik ook later in deze presentatie op terug. Maar het geeft wel aan dat we nu op een heel ander niveau aan het functioneren zijn en dat Yunitskiy String Technologies op dit niveau beter uit de voeten kan dan op het niveau waar ze eerder op hebben gefunctioneerd.
En wat is Unitsky String Technologies? Als we nu naar deze sheet kijken, dan zien jullie een stukje tekst en jullie zien ook een foto. En aan de linkerkant zien jullie een foto hoe dat eruit ziet. En wat dan direct opvalt is dat het transportsysteem zich bevindt op het tweede niveau, waarbij er dus op de begaande grond genoeg ruimte overblijft voor de natuur en in dit geval is het gras. Eigenlijk simpeler kan ik het niet maken, maar dit is eigenlijk wat hij heeft bedacht. En dit is een klein detail wat maakt dat Unitsky String Technologies straks met een totaalconcept de markt kan betreden, waarbij ze dus ook bijvoorbeeld kunnen reizen van A naar B of van lineaire steden naar, van lineaire stad naar een andere lineaire stad. Alles gebeurt op het tweede niveau. En wat zou Unitsky String Technologies kunnen bereiken? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te bouwen. Het is een betere manier voor mens en natuur om in te leven. Dat wil zeggen dat er zijn geen schadelijke uitlaatgassen die aan bod komen. Maar alles is CO2-neutraal, milieuvriendelijk. Dus het geeft ook geen hinder. Dus je zorgt eigenlijk voor een stuk. Dan zeggen ook veel mensen, ja maar goed, zo'n systeem dat bestaat al. In Duitsland zijn er verschillende steden die zo'n systeem in de buurt van de Nederlandse grens. Nou, dat is correct. Alleen dit type systeem wat ze in Duitsland hebben is totaal niet te vergelijken met het systeem van Anatoly Unitsky. Het systeem van Anatoly Unitsky is CO2-neutraal en energie zelfvoorzienend, terwijl deze systemen nog steeds heel veel energie op nodig hebben om van A naar B te kunnen komen. Sommige mensen zullen het een fantastisch idee vinden en sommige mensen zullen het pots omzien. Een dagelijkse gang van zaken in een hele hoop steden op de aarde. Dat zijn situaties waarbij mensen veel 3,5 uur of langer in de file staan om van A naar B te komen. En als ze eenmaal op hun werkplek zijn gekomen, dan moeten ze ook nog een keer terug. Dus het tafereel wat jullie op foto 2 zien, dat herhaalt zich dan. En dit zijn steden waarbij je kunt denken, zoals India, New Delhi, Jakarta, Lagos of Abuja in Nigeria en nog een aantal. Niet meer erbij te houden. En dan als we nu gaan kijken naar een systeem van Anatoly Unitsky, zou dat in dit soort infrastructuren perfect op zijn wel mijn internetbinding werken. Oops. Even kijken. Horen jullie mij nog? Hallo? Horen jullie mij nu? Goed, ik ga het gewoon weer opnieuw proberen. Even kijken. Nou, ik zie geen geluid. Dat is een probleem. Even kijken, ik hoop dat jullie mij nog horen. Ja, hier was ik.
kabelbaansysteem. Even kijken, horen jullie mij weer? Want ik krijg van allerlei soorten meldingen in mijn scherm dat de conferentie niet werkt. Dus ik probeer nog even opnieuw. Mochten jullie mij horen, laat het nog één keer even weten. Dan zal ik alsnog een poging geven om deze webinar voor te zetten. Ik krijg nog geen bericht. Even kijken. Oké, in orde. Nou, we gaan het weer proberen. Uniski String Technologies wordt veelal vergeleken met een kabelbaansysteem. En dat is pertinent niet aan de orde. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem. En dat wil zeggen dat er zowel boven als onderaan een heuvel, om het simpel te houden, twee motorwielen staan. En die zorgen ervoor dat de kabel van A naar B wordt getrokken. En aan die kabel hangen gondels. Of daar kunnen bijvoorbeeld, zoals we in San Francisco kennen, gondels ook van de helling van beneden naar boven getrokken kunnen worden. Als we dan kijken naar het systeem van Anatoly Unitsky, dan is het veelal een systeem wat beschikt over eigen motorwielen, over eigen artificial intelligence, dus zelf meedenkende boordcomputers. Alles bevindt zich aan boord. En ook accu's om zeg maar, de opgewekte energie op te kunnen slaan of van A naar B te kunnen reizen. Daarnaast is ook de stringrail zo ontworpen dat hij ook nog eens een keer stroom kan geleiden en dat hij ook stroom kan opvangen. Dus eigenlijk is dat totaal niet te vergelijken met een kabelbaansysteem zoals we die in de meeste steden kennen. Maar goed, ik kan me goed voorstellen dat voor sommige mensen een kabelbaansysteem heel erg op het systeem van Anatoly Unitsky lijkt. Als we nu naar de foto's op deze sheet kijken, dan zie je hoe dat er bij Unitsky String Technologies uitziet. En dan zie je dat het eigenlijk zeer elegant is, dat het ook niet echt horizon vervuilend is, maar dat het eigenlijk keurig op kan gaan in een bepaalde omgeving. Dit is een 2D-sheet van ons aardoppervlak. Ons aardoppervlak bestaat veelal uit heuvels en dalen. Op het moment dat wij mensen iets willen gaan bouwen, zullen wij eerst de boel moeten egaliseren. Dat betekent dus zorgen dat alles vlak is. En dieren die in een bepaald leefgebied leven, komen dus in dit geval letterlijk in het gedrang. Als de boel is geëgaliseerd, dan is het tijd om een fundering te leggen. En een fundering is de basis voor het daadwerkelijke bouwconstruct. En in dit geval is dat een spoorconstruct. Als we nu naar de middelste foto kijken, of middelste plaatje, zie je dat er een soort drietrapsraket ontstaat. Waarbij de eerste stuk is geëgaliseerd, dan is er een fundering opgelegd en daarboven is een spoorconstruct opgelegd. En dan zie je hoeveel ruimte er eigenlijk nodig is om maar een klein stukje te bouwen. Als we nu naar het derde plaatje kijken, dan zien we verticale pilaren, zogeheten intermediate supports. En daartussen is een kabel gespannen, een zogeheten stringrail. Dit is eigenlijk hoe Unitsky String Technologies er in 2D uitziet. Wat direct opvalt is dat er genoeg ruimte overblijft voor ons aardoppervlak. Dus dat er genoeg ruimte is voor het heuvel- en dalenlandschap waar ik deze sessie mee begon. Het mooie van dit innovatieve transportsysteem is dat intermediate supports, of zogeheten verticale pilaren, op verschillende spanwijdtes van elkaar geïmplementeerd kunnen worden. Op het moment dat de kabel is gespannen, dan worden de uiteindes uit de grond gehaald en die worden bevestigd aan zogeheten anchor supports. En de hulpsteunen, voor zover gewenst, kunnen dan ook daartussen worden uitgehaald. Dus zo ontstaat er bijvoorbeeld een kabel, een vertreksysteem, waarbij de intermediate supports op een spanwijdte van 200
88 meter of van 200 meter van elkaar verwijderd staan. In het blauwe kader zien jullie het anti-derailment system. Dat is het ontsporingssysteem. En dit systeem bevindt zich onder de witte kappen van Unitsky String Technologies. Dit is even om het simpel en behapbaar te houden. Aan de rechterkant zien jullie hier een doorsnede van een stringrail. En dan zie je dat het bestaat uit een omhulsel, een railbedding, uit zes stringrails, in dit geval getwiste snaren, om maar zo te zeggen, en opvulmateriaal. Unitsky String Technologies geeft een 100 jaar garantie af aan de bovenzijde, dus aan het contactpunt, de railbedding, van de stringrail. Dus die zijn zo zeker van hun zaak dat ze dit kunnen bieden. Dus eigenlijk al met al is het een zeer gebruiksvriendelijk, innovatief concept. De modules kunnen ook op een interval van vanaf 2 seconden tot, zo gek je het eigenlijk wil hebben, achter elkaar rijden. Op dit moment is het mogelijk dat ze op een interval van tussen de 20 en 50 seconden kunnen rijden. En binnen die interval zijn ze in staat om met elkaar te communiceren. Dus mocht er een probleem zijn, dan is het achterliggen altijd in staat om het probleem te detecteren en eventueel op te lossen. Ik sprak net over een anchor support en dit is een anchor support, hoe dat eruit ziet. Dat is eigenlijk gewoon een opstapstation wat zich ook weer bevindt op het tweede niveau. En als je dan naar de foto kijkt, dan zie je dat er direct ook weer genoeg ruimte overblijft voor de omgeving. Dus het hindert niet met bestaande weginfrastructuur of infrastructuur die nog gebouwd moet worden. Op dit moment is het zo dat de drone die gepresenteerd is op het Ecofest van 2018 in ontwikkeling is. En dat de bedoeling is dat die een laadvermogen gaat kunnen tillen van 1500 kilo, oftewel 1,5 ton. Op het moment dat dat wordt gerealiseerd, dan zal deze ook direct worden ingezet voor commerciële projecten om deze te kunnen bevoorraden in moeilijk bereikbare gebieden. We hebben 3 verschillende soorten stringrails. We hebben een spoorconstruct waarbij modules zowel boven als onderlangs er gebruik van kunnen maken. We hebben een spoorconstruct waarbij de modules eraan hangen. En we hebben een flexibel spoorconstruct. En het woord flexibel zegt het al, flexibel. Dat is een gebogen spoorconstruct. En het mooie van dit systeem is dat de modules in een onophoudelijke cyclus energie kunnen blijven opwekken. Zodra ze naar het hoogste punt gaan, zullen ze wat energie verbruiken. Zodra ze naar het diepste punt gaan, zullen ze energie opwekken. Dus het is een zeer vernuftig systeem. Daarnaast door middel van staal op staal wrijving ontstaat er ook energie. En dat is ook weer een van de vele manieren waarbij Unitsky String Technologies de energie kan opwekken en kan afvangen in een van de vele accu's die de modules met zich meedragen. De aerodynamica van Unitsky String Technologies is uiteraard een zeer belangrijk aspect. Je kunt niet een baksteen ontwerpen, om het even simpel te houden, en ervan uitgaan dat die aerodynamisch zo is dat er geen windcirculatie voor of achter ons ontstaat, of dat die extra energie moet verbruiken om op zijn snelheid te komen. Als we kijken naar de U-Flash, dat is het module in de blauwe kader aan de rechterkant van jullie sheet, dan zien we dat dit model zo is ontworpen dat er zowel voor als achterlangs geen windcirculaties ontstaan. Dit in tegenstelling tot een auto, waarbij de windcirculatie aan de voorkant oké is, maar waarbij er aan de achterkant vuile lucht ontstaat. Dan zijn mensen ook veelal benieuwd naar de ontwikkeling van de U-Flash. Hoe staat het er nu mee? Maar hij is toch gepresenteerd en we zien hem af en toe in een video, maar wat kunnen we nu verwachten? Het is zo dat de U-Flash op dit moment inderdaad al wordt getest, maar hij heeft een testbaan nodig van plus minus 25 kilometer lang. En 10 kilometer is nodig om om te accelereren van 0 kilometer per uur naar 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven en 5 kilometer is nodig om op een ordentelijke manier weer tot stilstand te komen. Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande in de Emiraten en in Wit-Rusland om te kijken waar ze zo'n baan als eerste kunnen bouwen. Het is wel zo dat in het ene land de bouwkosten iets duurder zijn dan in het andere, maar we moeten er niet gek van opstaan te kijken dat er straks in beide landen een testbaan voor de U-Flash beschikbaar komt. En dit is de volledige rolling stock van Unitsky String Technologies. Alle modules, behoudens de U-Flash, hebben een topsnelheid van 150 km per uur. En we beginnen deze lijst van linksboven. Dan beginnen we met de UniWind. Dit is een module voor 2 personen. Dan krijgen we de UniBike. Dit is het eerste geteste en gecertificeerde model. Medio 2016 heeft dat plaatsgevonden. Hier is ook het logo van Unitsky String Technologies van afgeleid, dus een cursief gedrukte U. En dan krijgen we de Unicar, U4430T1 en T3. Eigenlijk zijn deze compleet identiek, behalve dat bij de driedubbele versie de plek is voor 18 personen en bij de enkele versie plek is voor 6 personen. Dus hoe groter de module, of hoe meer modules, hoe meer plaats er is voor het aantal personen dat ermee moeten reizen.
Hetzelfde geldt voor de Unibus U4210. In de enkele versie is er plek voor 14 personen. En hoe meer modules er aan worden gekoppeld, of hoe meer vraag de klant ernaar heeft, hoe meer plaats er is. Hetzelfde geldt ook voor de Unibus U4220D2. In de enkele versie is er plek voor 25 personen, de dubbele versie 48 en de driedubbele versie is er plek voor 64 personen. De U-Flash in deze configuratie biedt plaats aan 6 personen. En dit zijn twee nieuwe modules van Unitsky String Technologies. Aan de linkerkant zien we de Unilight en aan de rechterkant zien we de U-Bus Carrot. En dit model zal straks worden getest, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. En er zijn al een aantal landen die zeer serieuze interesse hebben in het implementeren van Unitsky String Technologies met daarbij de modules van de U-Bus Carrot. Ook op vrachtvervoer is Unitsky String Technologies niet stil blijven staan. Door de pandemie waar we mee te maken hebben gehad, is de vraag eigenlijk meer terechtgekomen van passagiersvervoer naar het goederenvervoer. Als we de wereldkaart nu globaal nemen en we zouden daar alle passeringen en alle bewegingen op uittekenen, dan zien we dat er meer vracht wordt vervoerd als dat de passagiers worden vervoerd. En dat is ook bij Unitsky String Technologies bekend geworden. En zij zijn dus gaan kijken hoe ze die vraag kunnen beantwoorden. En zij zijn op de proppen gekomen met de U-Cont. En daar zullen we binnen nu en niet al te lange tijd veel meer van gaan zien. Daarnaast hebben zij de U-Truck ontworpen. Deze wordt getest op het Ecotechnopark. En deze kan worden ingezet voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het verplaatsen van zout of gewonnen gewassen van de landbouw. En ze hebben een Unitrans. En een Unitrans is een grote lopende band die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld mijnen te verbinden met overslaggebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan steenkoolwinning, ijzererts, alle ruwe aardse materialen die op een zeer efficiënte manier via de Unitrans naar een haven kunnen worden getransporteerd zonder dat de vrachtwagens moeilijk bereikbare gebieden hoeven te doorkruisen. Dit alles gebeurt door een team van plusminus 1000 enthousiaste mensen die zich samen met Anatoly Unitsky dag en nacht inzetten om dit transportsysteem te realiseren, om het voor elkaar te krijgen. Wij hebben het met warme handen, we hebben het systeem met warme open handen ontvangen. Af en toe klagen wij, maar uiteindelijk zijn het de mensen, de engineers die het harde werk moeten doen. En dit gebeurt in het hoofdkantoor in Wit-Rusland. Hier wordt alles ontworpen, hier wordt alles bedacht. En zodra het is bedacht en ontworpen, dan gaat het door naar de fabriek en daar wordt het in elkaar gezet in de assemblage. En zodra dat is gebeurd, dan kan het uiteindelijk getest worden. Maar soms zijn ze bezig met iets te ontwerpen, is het eenmaal in de fabriek. En nog voordat het de testbaan bereikt, hebben ze iets kunnen ontwerpen wat ze kunnen aanpassen. Wat er dus voor zorgt dat deze modules nog efficiënter worden dan dat ze eigenlijk al waren. Als het eenmaal is geassembleerd, dan kan het worden getest. En dat testen gebeurt op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dat is eigenlijk een grote showroom in de open lucht. De mensen die hierin hebben geparticipeerd krijgen ook regelmatig de mogelijkheid om af te reizen naar dit testpark. Het is een volledig ecologisch testpark wat klimaat- en milieuvriendelijk is. Dat eigenlijk aan alle eisen voldoet waar we nu in West-Europa mee te maken hebben. Dat park staat hier, dat zien we nu vanuit de lucht. Alles is zelfvoorzienend. Er staan ecohuizen op. Er wordt landbouw voor akkerbouw gedaan op ecologische wijze zonder bestrijdingsmiddelen. En aan de rand van het Ecotechnopark is een groot vakantiepark gerealiseerd waarbij de lokale bevolking en ook internationale toeristen kennis kunnen maken met wat Anatoly Unitsky voor zich ziet. Dus leven op zijn wijze, in zijn visie. En mensen kunnen eigenlijk op een zeer fijne manier daar kennis mee opdoen. Het Ecotechnopark is een voormalig militair tankterrein wat Unitsky dus in de afgelopen jaren heeft weten om te toveren tot een florerend ecologisch CO2-neutraal testpark. Nou, het woord testpark zegt het al, er wordt getest in verschillende weersomstandigheden. Er wordt getest in zware regenbuien, dat wordt gesimuleerd, omdat er vanuit verschillende continenten vraag is naar dit innovatieve transportsysteem. Er wordt ook in winteromstandigheden getest. Dus zo kunnen ze toch in alle omstandigheden kijken wat ze kunnen bieden. In de Emiraten hebben ze te maken met temperaturen tot plus 60, maar in Wit-Rusland en Rusland hebben ze te maken met temperaturen tot min 60. En in Azië hebben ze bijvoorbeeld weer te maken met onophoudelijke regenbuien. Dus zo zie je dat ze eigenlijk
voor ieder continent iets proberen te realiseren. Nou, daarnaast hebben ze ook in de afgelopen jaren een stringrail, verschillende stringrails gebouwd. Maar die stringrails hebben ze kunnen moderniseren door middel van kleine aanpassingen te doen, waarbij ze energie nog op een efficiëntere manier kunnen afvangen dan dat ze dat al deden. Daarnaast zijn er ook nieuwe lijnen op het Ecotechnopark in aanbouw. En die lijnen gaan er straks voor zorgen om eigenlijk nog meer beslagen ten ijs de markt kunnen betreden. Die lijnen zijn niet voor de mooi, dat is ook niet om wat geld te verkwanselen, absoluut niet. Er wordt getest met verschillende soorten type stringrails, verschillende soorten spanwijdte van elkaar, zodat ze straks de klanten ook gewoon goed kunnen bedienen met resultaten die ze uit testen hebben kunnen halen die reëel zijn en niet meer uit computermodellen. En dit is een foto van de U-Flash en de Unibus U4220 in realiteit. Deze foto is genomen op het Ecotechnopark Ecofest van 2019. Maar dit geeft goed weer hoe dat er dus in werkelijkheid uitziet. En het mooie van dit systeem is, van dit type stringrail, is dat de modules niet op elkaar hoeven te wachten, maar dat ze zowel boven als onderlangs afzijdig van elkaar kunnen rijden. Dus dat betekent dat ze gewoon geen hinder hebben van elkaar. Daarnaast wordt er ook getest in verschillende soorten type verkeersomstandigheden. Wat ze hier hebben gedaan is een spits nagebootst. En daarvoor hebben ze een aantal mensen bereid gevonden. En die zijn gaan kijken, oké, hoe snel kunnen we instappen? Hoe snel zou zo'n module van het station kunnen vertrekken? Nou, dit is allemaal om ervoor te zorgen dat ze ook hun woord kunnen nakomen. Want ze kunnen aangeven, wij kunnen een traject bouwen in bijvoorbeeld Dubai. Maar als ze daar niet met testen op de proppen kunnen komen. En ze moeten nog gaan testen voordat de trek is gebouwd, nadat de route is gebouwd, dan zou ze heel veel tijd verliezen, maar dan zou ze ook hun geloofwaardigheid verliezen. Het geluid binnen Unitsky String Technologies is ook een zeer belangrijk aspect. Wat ze hier hebben gedaan is eigenlijk ervoor gezorgd dat alle modules ongeveer geluid produceren van 85 decibel. Nou, als dat op 150 km per uur of sneller voorbij komt rijden, dan heb je het geluid pas gedetecteerd voordat het voorbij is. Dus het is ook nog eens een keer zeer vriendelijk voor de dieren die leven in een bepaald leefgebied. Dus die hoeven ook niet meer te schrikken van dat soort voorbijrijdende modules. Unitsky String Technologies heeft tal van samenwerkingen en ik heb hier een van de meer bekendere samenwerkingen in deze presentatie verwerkt. Dit is met het Belgische bedrijf Bekaert en zij hebben staal geleverd voor de Unitsky String Technologies in de Verenigde Emiraten, als wel in Wit-Rusland. Deze haspels worden ook inmiddels gebruikt voor de routes te implementeren. Tenminste niet te implementeren, maar te bouwen, zodat ze uiteindelijk straks ook daadwerkelijk getest kunnen worden. Op Google Earth, even als klein uitstap, kun je die haspels ook zien liggen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast hebben ze ook samenwerkingen met het Chinese bedrijf Lenovo. Lenovo heeft voor de datavergaring gezorgd, dus dat Unitsky String Technologies met de meest adequate technologie alles kan doen. Dan gaan we van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten. En ik hinkte er eigenlijk net al enigszins naar. En dit is het Sharjah Research and Technology Park. En dan zien wij dat Unitsky String Technologies daar een klein stukje grond heeft toegewezen gekregen. Waarbij zij inmiddels nu het U-Sky Transport and Certification Center hebben kunnen laten verrijzen. Het is nog niet af, maar het Houten Ecohuis is af. Daar worden delegaties in ontvangen en de eerste lijn van 400 meter is ook af en daar worden delegaties mee verwend die een route kunnen krijgen, of tenminste kleine ervaring kunnen krijgen hoe het is om te reizen met Unitsky String Technologies van een opstapstation naar een service station. Dus al met al wordt daar nu al zeer veelvuldig op getest. Er worden ook overheidsdelegaties mee verwelkomd, wat weer allemaal positieve gevolgen heeft. Het is nog niet af, zoals ik net al aangaf. Als we nu naar de foto's kijken, zien we dat het nog een stukje 3D is. Ongeveer gaat het er zo uitzien over een aantal jaren. En dan is Unitsky String Technologies de dependance of de vestiging in Emiraten. Wat wij kennen onder de naam van U-Sky Transport, is een opleidingscentrum waarbij engineers worden opgeleid om het werk van Anatoly Unitsky ook in de nabije toekomst en in de verre toekomst voor te zetten. De rol van het Sharjah Research Technology and Innovation Center, of park moet ik eigenlijk zeggen, is als volgt. Zij zijn een grote hub en zij hebben eigenlijk wereldwijde contacten. Dus zij hebben de contacten met overheidsfunctionarissen en zij hebben bijvoorbeeld nu Unitsky String Technologies of U-Sky Transport in hun portfolio zitten. En zij brengen eigenlijk die twee partijen samen, waarbij Unitsky String Technologies weer de mogelijkheid heeft om een traject te kunnen verkopen. Dus
Het is eigenlijk een zeer mooi systeem wat ze daar hebben bedacht. En dit is de 400 meter lijn. En deze lijn is operationeel gegaan einde 2019. Onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah. Dus dit is eigenlijk een hele mooie foto. Want dit is de foto die aangeeft dat ook de module voor het warme klimaat ook daadwerkelijk rijdt. Daarnaast wordt er getest op zowel goederen als passagiersvervoer. Overheidsdelegaties of journalistieke delegaties kunnen dus ermee rijden. Maar er wordt ook getest op container of op goederenvervoer. En dan zullen mensen denken, ja, maar dat is een hele kleine container. Wat kan dat nou vrijgeven aan data's? Nou, wat ze bij Unitsky String Technologies eigenlijk standaard doen, is alle modules 5 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk is. En waarom is dat? Dat is om ervoor te zorgen dat de technologie in de modules het naar behoren blijft doen. En bijvoorbeeld dat de stringrail niet zou kunnen knappen. Stel dat je een commercieel traject hebt en er zou een module de stringrail zou knappen om het simpel te houden, dan is de ramp niet te overzien. Nou, zij zijn dus eigenlijk aan het kijken hoe kunnen we eigenlijk alle potentiële calamiteiten voorkomen. Wat nou als een module niet meer van zijn plaats af kan komen, wat kunnen we er dan mee doen? Nou, dan zijn ze alsnog in staat om mensen op een veilige manier de module te kunnen verlaten. In dit geval zien we dat deze persoon de module kan verlaten middels een kabelsysteem, een lier. Dus hij kan van boven uit de module zichzelf naar beneden laten glijden. Oké, als je wat hoogtevrees hebt, wordt het een ander verhaal. Maar ik denk als de nood zo hoog is, dat je uiteindelijk blij bent met zo'n escape. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies in de Emiraten tal van certificaten weten te vergaren. En dit is een zeer belangrijk certificaat, want dit certificaat geeft aan dat de lijn van 400 meter in de Emiraten veilig is bevonden, dus dat mensen er met een gerust hart mee kunnen reizen. Ze hebben inmiddels ook in de Emiraten een ISO-certificaat ontvangen. Dat is een management kwaliteitscertificaat. En dat ISO is een internationaal georiënteerde organisatie. En zij zijn gaan kijken of alles correct is binnen U-Sky Transport. Klopt het wat zij zeggen? Kloppen de lagen? Kloppen de contactsystemen? Dat zijn zeer zware audits die je niet zomaar krijgt. Daar moet je echt heel wat voor doen om zo'n certificaat te krijgen. De vestiging in Wit-Rusland heeft al eerder zo'n certificaat gekregen. Maar nu heeft dus ook de vestiging in de Emiraten dit certificaat. Dus we hebben hier te maken met een organisatie die eigenlijk alle papieren volledig op orde heeft. Ook de vestiging in de Emiraten opereert inmiddels op wetenschappelijk niveau. Dus wat we in Wit-Rusland hebben gezien is nu ook in de Emiraten als hetzelfde. Zij zijn er ook op wetenschappelijk niveau bezig om Unitsky String Technology straks klaar te stomen voor de commerciële markt. En dat ze daar ook de commerciële markt kunnen gaan bedienen. Anatoly Unitsky heeft een aantal maanden geleden zelf de Ad-Anchor support voor lijn 4, testlijn 4 moet ik zeggen, geïnspecteerd of alles klopt. En alles is naar behoren geproduceerd. En inmiddels zijn ze nu bezig om de lijn van 2,5 kilometer, dat is lijn 4, dat is de buitenste lijn, om die te assembleren. En we zien hier op de foto's hoe dat eruit ziet. We zien ook al dat ze een stukje verder zijn. Dus dat de stringrail ook al en het station ook echt goed zichtbaar zijn. En de bedoeling is dat deze lijn eind december 2022, begin januari 2023 ook daadwerkelijk klaar is. Inmiddels zijn ze dus ook begonnen om lijn 4, testlijn 4 moet ik zeggen, te certificeren. Dat is ook weer de internationale organisatie TUV, TUV, Theodor Utrecht Victor, die dat doet. En zij zijn inmiddels nu dus aan het kijken van oké, wat is goed en wat is niet goed. De reden dat ze dit nu al doen is alleen maar goed. Mocht het zo zijn dat er iets niet klopt, dan kunnen ze dat nu nog aanpassen. Zonder dat ze dat pas hoeven aan te passen wanneer alles is gedaan. Dus ze hebben wat dat betreft een kleine voorsprong in de tijd. Ook lijn 2 wordt inmiddels goed aangewerkt. De bogenconstructie van de 2,5 kilometer lijn die staat al een paar jaar. Maar inmiddels wordt ook het containerdepot nu heel snel klaargemaakt. Aan de rechterkant zien jullie hoe dat eruit gaat zien. Als ik dit eigenlijk moet samenvatten, dan is het transportsysteem CO2-neutraal, milieuvriendelijk. Ik kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Ik kan ook de lijst alleen maar langer maken met positieve pluspunten. Zijn er negatieve pluspunten? Mijn inziens niet, maar goed, en ieder van ons kijkt daar op een andere manier naar. Wil je meer informatie hebben, dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Daar kun je alle informatie terugvinden. Dan gaan we langzamerhand naar de updates. En alles is begonnen met een aanvraag van CNN of zij bericht mochten doen over wat er gebeurde, of wat er aan het gebeuren is op het testpark in Sharjah. Want dat trok hun aandacht.
toen die aanvraag is gedaan en toen het bericht is verschenen, is dat in Amerika zeer zeker wijd verspreid. Alle lokale nieuwszenders hebben hier ook bericht van gedaan. Dus al met al zie je wat CNN voor positieve stortvloed heeft kunnen creëren. Inmiddels is het zo dat op elk continent een bericht is gedaan over Anatoly Yunitskiy en zijn uitvinding Yunitskiy String Technologies, oftewel YouSky Transport. Voor de mensen die wat langer participeren in het project, weten hoe overheden vroeger hebben gereageerd. En dat was veelal sceptisch dan wel negatief. Maar diezelfde overheden komen nu langzamerhand terug op eerder gedane uitspraken. En dat zijn uitspraken die eigenlijk maar één kant op gaan. Die aangeven dat dit transportsysteem eigenlijk het beste systeem is wat ze zouden kunnen implementeren in bestaande infrastructuur. Dan wel in infrastructuur die nog moet worden ontworpen. Dus al met al zie je dat overheden ook langzamerhand positief worden. Anatoly Yunitskiy is eigenlijk bekend binnen de hoogste kontorijen op deze aarde. We zien hem hier afgebeeld met koning Letsi III. En koning Letsi III is de koning van Lesotho. En Lesotho is een koninkrijk in Afrika, wat zijn grens deelt met het land Zuid-Afrika. En zij willen eigenlijk een traject realiseren van het land Lesotho naar Durban. Dat is een stad in Zuid-Afrika, ligt aan de zee. Om op die manier voor te zorgen dat ze ook op een efficiëntere manier hun vrachtvervoer van A naar B kunnen vervoeren. Daarnaast is Yunitskiy String Technologies ook onder de aandacht gekomen van Rwanda. En dat is eigenlijk wel een leuk verhaal, ook een leuk proces om te volgen. Emmanuel Hategega is de ambassadeur van Rwanda in de Verenigde Arabische Emiraten. En die heeft een aanvraag gedaan of hij oktober vorig jaar, 2021, zou mogen kijken op het testpark in Shaya. Dat heeft hij gedaan. En dit jaar is hij teruggekomen met Claire Akamansi. En Claire Akamansi is eigenlijk de verantwoordelijke voor het land Rwanda. Als we het hebben over toekomstperspectief. Zij zetten lijnen uit voor het land Rwanda. Rwanda maakt op dit moment een inhaalslag. Velen van ons zullen denken Rwanda is een arm land. Maar Rwanda is een zeer rijk land als we het hebben over aardse producten wat er in de aarde zit. Nou, zij zijn aan het kijken hoe kunnen we de economie van Rwanda een boost geven. Hoe kunnen we toerisme een boost geven. En wat zou daarbij kunnen helpen. Als dwarsstraat, ze hebben bijvoorbeeld ook de internationale luchtvaartmaatschappij van Rwanda. De vloot zijn ze ook aan het vernieuwen. Maar ze zijn dus ook aan het kijken, zou Yunitskiy String Technologies binnen dit systeem passen? Ja. Ze zijn dus serieus aan het kijken, want hier zien we een conceptvoorstel voor een 20 kilometer lang traject van de internationale luchthaven naar de hoofdstad van Rwanda. En zo zou dat het ongeveer uitzien als we dan kijken naar het hele kleine fotootje aan de linkerkant van jullie sheet. Zien we een visualisatie. Ze zijn op dit moment aan het kijken, doen we dat met een Unicar of doen we dat met een Unilight? Welke module zou het beste passen voor de vraag die we hebben? Dus al met al zie je dat er positieve ontwikkelingen zijn. Hetzelfde geldt voor Indonesië. Indonesië heeft een aantal weken geleden een Memorandum of Understanding getekend met YouSky Transport of YouSkovery. YouSkovery is onderdeel van Yunitskiy String Technologies, van de holding. En ze zijn aan het kijken, kunnen wij een traject realiseren zodat mensen niet meer heel lang in de file hoeven te staan als ze bijvoorbeeld van de ene plek naar de andere plek willen. Dus al met al zie je hier al een aantal potentiële commerciële trajecten waarbij ze nu eigenlijk letterlijk bezig zijn. Hetzelfde geldt voor het 15 kilometer lange traject in Dubai. Daar zijn ze ook mee bezig. Deze informatie kun je ook terugvinden op de hoofdpagina waarbij Nadesta Kosareva, CEO van Yunitskiy String Technologies, dit ook aangeeft. Dus je ziet al met al steeds meer potentiële commerciële trajecten verschijnen. Natuurlijk willen we dat allemaal zwart op wit hebben, maar in dit soort situaties kun je er eigenlijk al vanuit gaan op het moment dat je iets in de media ziet, dat ze al heel ver zijn. De autoriteiten van Dubai, in dit geval de RTA, hebben op de afgelopen InnoTrans een module van Yunitskiy String Technologies meegenomen naar de grote beurs in Berlijn. En ze hebben daar ook weer opnieuw mensen kennis laten maken met het innovatieve transportsysteem van Yunitskiy. En wat het zou kunnen betekenen voor het Emiraat Dubai. Dus al met al zie je wederom positieve ontwikkelingen. Ook Hussein Al-Mahmoudi, de CEO van het Sharjah Research Technology and Innovation Park, is zeer te spreken over de ontwikkeling van Yunitskiy String Technologies, /YouSky Transport. En ook hij geeft aan, op het moment dat dit komt tot een succesvolle certificering, zullen wij commerciële trajecten in Sharjah bekend gaan maken. En één traject wat ook al langer rondzinkt, is een traject van 130 kilometer van het Emiraat Sharjah naar een havenplaats aan de oostkant van de Emiraten. De naam is Korfakkan. En ook daar zijn ze aan het kijken naar de mogelijkheden.
Daarnaast zijn ze ook in Abu Dhabi aan het kijken naar de mogelijkheden om commerciële trajecten van Unitsky String Technologies te implementeren. Dus ik heb eigenlijk in de afgelopen sheets jullie meegenomen in wat we enigszins kunnen gaan verwachten, wat er gaat komen. Het is wel zo dat de autoriteiten die zo'n commercieel traject aankopen, zelf naar buiten komen op het moment dat zij achter van oké, nu kunnen we de serie aan de buitenwereld bekendmaken. Tot die tijd zijn het potentiële commerciële trajecten die al gevorderd zijn in een vergevorderd stadium zich bevinden. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies en USKY Transport tal van samenwerking met universiteiten. En waarom is dat? Het is heel belangrijk om studenten op te leiden tot ingenieurs die kunnen werken met de technologie van Unitsky String Technologies. Het is goed om te realiseren dat deze technologie er niet is. Een auto is een bestaand concept. Het enige wat je hoeft te doen is iets te moderniseren, maar de vier wielen en het motorgedeelte bestaan al. Als we nu kijken naar Unitsky String Technologies, dat is een compleet nieuw concept. En daar bestaat niks. Ja, inmiddels bestaan er nu wel modules, maar er moet wel gewerkt worden. En om dat goed te kunnen begrijpen is het heel goed dat ze nu samenwerkingen opzoeken met internationale universiteiten, zoals de Universiteit van Sharjah en de Universiteit in Wit-Rusland. En zo hebben ze de tal van. Dus al met al zijn het zeer positieve ontwikkelingen die voor een goede toekomst zorgen. En dit is hoe een commercieel traject er in stappenfases uit zou kunnen zien. En als alles meewerkt, dan duurt een commercieel traject van idee tot implementatie ongeveer 24 maanden. Dan moet wel alles meewerken. Maar soms kan het ook zijn dat we wat vertraging hebben. Dat merken wij nu ook in het ontwikkelingsplan. Daar zit ook wat vertraging in. Maar dat is alleen maar goed. Want dat zorgt ervoor dat alles nog beter gerealiseerd kan worden. En ontworpen kan worden. Een van de manieren die daartoe bijdraagt is het gebruik van augmented reality. En in het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvaHunter. En wat doe ik met AdvaHunter? Ik maak visualisaties van Unitsky String Technologies. Dit zijn foto's en beelden van bestaande omgevingen, maar er is een digitale laag op verwerkt en wij zien dat dus nu als een module van Unitsky String Technologies. Het mooie van deze technologie, augmented reality, is dat je dus een traject kunt visualiseren en mensen direct kunt meenemen in het idee van Anatoly Unitsky, zonder dat je dure rekenmodellen moet gebruiken om een visualisatie tot stand te brengen. Dus je kunt eigenlijk in één oogopslag via je mobiele telefoon of je tablet laten zien wat Unitsky String Technologies zou kunnen betekenen en hoe weinig ruimte het eigenlijk daadwerkelijk in beslag neemt in een bestaande omgeving, waarbij je ook weer opnieuw dus direct een besluit kunt maken of dit traject ook passend is binnen het idee wat je hebt. Dit zijn de contactpagina's waar je naartoe kunt. We hebben een aantal pagina's die we standaard gebruiken. De bovenste is voor je backoffice, www.skyway.capital. Dan krijgen we de Skype groep. Er komt een nieuwe Nederlandse Skype groep aan. De reden hiervoor is heel simpel. De bestaande Skype groep, daar zitten een aantal mensen in, maar ik heb daar zelf geen zeggenschap over. Ik wil heel graag een kanaal openen waarbij ik wel zeggenschap heb, zodat je ook goed alles kunt stroomlijnen. Dat is gewoon belangrijk, zodat er ook de juiste informatie bij de mensen komt, zonder dat je ruis op de lijn krijgt. We hebben een Telegram groep. Mocht een van de andere kanalen niet bereikbaar zijn, dan kunnen we nog wel eens in paniek schieten. Dat is een reactie die mens eigen is. Maar daarvoor zorg ik er eigenlijk voor dat we via verschillende kanalen alsnog bereikbaar zijn. Dus mocht nog een van de kanalen niet werken, meld je dan aan op ons Telegram kanaal. En het Telegram kanaal kun je terugvinden in de bestaande Skype groep, alsmede in de Facebook groep. Dan krijgen we de officiële site van Unitsky String Technologies, dat is www.ust. .inc, dus www.utrecht-simon-theodor.inc, dus Inc. En dan krijgen we de persoonlijke site van Anatoly Unitsky, www.unitsky.engineer. En als onderste en als laatste eindigen we met onze eigen Facebookgroep. Daar heb ik het beheer over en daar zorg ik dat alle updates dagelijks in worden verwerkt. Mocht je nu een vraag hebben over problemen met je account, schroom niet om mijn collega Nettie Sommers of mij te benaderen. Wij zijn er niet meer om vragen te beantwoorden van goh, ik zit al sinds 2016 bij dit project, maar ik heb het helemaal niet meer gevolgd. Hoe staat het er nu voor? Wij geven 52 webinars per jaar. En dat doen we niet omdat we dat
nou zo fijn vinden. Maar dat doen we puur omdat daar de noodzaak voor is. We merken gewoon heel erg dat de mensen steeds vaker het spoor bij ze raken, de rode draad kwijtraken. En dat ze daardoor ook niks meer volgen van Unitsky String Technologies. Het duurt te lang, er gebeurt niks. Het zal wel weer de zoveelste scam zijn. Dat zijn eigenlijk veel gehoorde reacties die ik in de afgelopen jaren tot me heb mogen nemen. Juist hierom geven wij dus 52 webinars. Dit doen wij om en om. Om ervoor te zorgen dat jullie de rode lijn kunnen volgen. Dan wil ik niet zeggen dat je iedere week moet inloggen, maar het is uiteindelijk wel goed voor jezelf om je hetgeen waar je in hebt geparticipeerd, om dat te volgen. En als je dat één keer in de maand doet, dan ben je eigenlijk constant op de hoogte van alle ontwikkelingen. Natuurlijk vinden wij het wel leuk om jullie op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes. Maar we merken gewoon dat er heel veel vragen komen, maar uiteindelijk dat er weinig wordt geparticipeerd in vrij toegankelijke webinars. En dat is aan de ene kant wel heel jammer, want er gaat heel veel komen en als je daardoor niet kunt volgen wat er gaat komen, dan kom je uiteindelijk straks in de eigen problemen. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie. Helaas liet de techniek mij in het midden van de presentatie een beetje in de steek. Ik hoop in ieder geval dat ik het met de rest van de presentatie enigszins goed heb kunnen maken. Ik wil jullie in ieder geval danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Er is mij weinig anders dan jullie nog een fijne avond toe te wensen. En ik hoop jullie allemaal wederom te mogen zien op de eerstvolgende webinar. En die vindt plaats op donderdag 1 december. Fijne avond, bedankt voor jullie tijd, aandacht en energie.